Wij zijn bij Maximum in Capelle en we hebben een terugkomdag. We hebben elke week een terugkomdag. Dit is de laatste terugkomdag van een reeks waarvan we afsluiten met een kick-out volgende week. Ook in Capelle bij het theater. En Maximum is een arbeidsmarktcommunicatieadviesbureau in Capelle aan de IJssel met een aantal vestigingen in Azië. En het ziet er een beetje uit en er stond ook op het raam als een galerie. Ja, klopt. We zitten in een pand dat is een publiek-private samenwerking met de gemeente. Het linkerdeel wordt ter beschikking gesteld voor culturele doeleinden. Dus waaronder een galerie, waaronder een trouwzaal van de gemeente Capelle aan de IJssel. En vanmiddag dan voor de zomerondernemers. Dus maatschappelijk verantwoord ondernemen heet dat? Ja, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat klopt. Ja. Het is echt heel gaaf. Vorige week zaten we in Rotterdam. Kregen we een workshop van de Rabobank over hoe je als ondernemer het beste kan bankieren. Nou, dat werd natuurlijk heel gretig tot de jongeren opgenomen. En dat vonden ze allemaal heel interessant. Maar ook de locaties zijn natuurlijk ook te gek. Net zoals we hier komen is een beetje een oud pand. Wat heel statig is en erg mooi van binnen. En je merkt gewoon dat de jongeren daar echt wel van onder de indruk zijn. Net zoals nu krijgen we ook weer een welkomstwoord door Maximum. En dan wordt er ook een presentatie gegeven over het ontstaan van het bedrijf. En hoe hij eigenlijk te werk is gegaan. Het gaat heel goed met het project Zomerondernemen. We kunnen terugkijken op een heel boeiend project. We zijn natuurlijk gestart in de Kroephoekfabriek op 13 juli. Inmiddels hebben we drie terugkommiddagen achter de rug. We zijn in Schiedam geweest bij Hatenboer Water. We zijn in Vlaardingen geweest bij Café Berlijn. Vorige week zijn we op de 40ste etage in de Rotterdam geweest. En tijdens al die terugkommiddagen zijn er interessante workshops gegeven over financiën, social media en dergelijke. Dit is de laatste terugkommiddag. Ja, en we werken met volle vaart toe naar de eindafsluiting, de kick-out. 19 augustus is er een zomerondernemersmarkt. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Tussen 2 en 6 uur 's middags zijn belangstellenden van harte welkom in het Isala Theater in Capelle aan de IJssel. En daar presenteren de zomerondernemers hun bedrijven. En wat doen jullie hier allemaal? Wij ontwikkelen voornamelijk campagnes voor de grotere werkgevers in Nederland en daarbuiten. En dat varieert dan van een strategie voor personeelswerving tot en met de laatste banner en recruitment websites. Ik ben coach, jongerencoach, kindercoach. Ik werk regelmatig op therapeutische basis. Wat inhoudt als jongeren en kinderen met bepaalde faalangst of gedragsproblematiek, leerachterstand, eigenlijk allerlei soorten problemen waar jongeren en kinderen mee kampen, kunnen eigenlijk bij mij terecht om zich te laten begeleiden. En nu de zomerondernemers, ja, voor mij onbekende club mensen. Ik ben benieuwd wat er vanmiddag komt. Ik heb er zin in om ze in ieder geval iets te vertellen hoe het is om te ondernemen anno 2015. En waarom doen jullie mee? Primair omdat ik gevraagd ben door een relatie, maar ik vind het ook leuk om een jonge club ondernemers hier te hebben. En misschien zit er wel toekomstig talent bij? Ik weet zeker dat er talent bij zit. Als je een club van 20 man bij zit, dan weet je zeker dat er talent bij zit. Dus jullie houden je oren en ogen wel open? Absoluut, absoluut. Maar goed, talent kan ook een concurrent worden, hè. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar de markt is er klaar voor. Wat is dan het uiteindelijke doel? Dat ze een goede baan vinden of opleiding? Of? Vanuit zomerondernemen is dat wel een beetje het idee. Het is gericht op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Regelmatig inhoudt dat ze ook echt daadwerkelijk voor zichzelf beginnen. Maar het kan ook voorkomen dat ze bijvoorbeeld het ondernemen zelf niet als uitgangspunt nemen, maar eigenlijk gewoon van, weet je, ik wil gewoon wat sterker in het leven staan. En ondernemersvaardigheden zijn toch wel vaardigheden waar er heel veel mensen echt heel veel aan hebben. Wat gaan jullie de ondernemers in spe allemaal vertellen? Ik ga ze iets vertellen hoe het is om te ondernemen. Niet alleen nu, maar ook even terugblikken over de afgelopen 15 jaar. Er is veel gebeurd in de wereld, maar ook in Nederland. Geld is niet meer vanzelfsprekend. Winst maken al helemaal niet meer. Het is gewoon met je poten in de klei en hard werken. En dat gaat de boodschap wel worden vanmiddag. Is het nog wel leuk om ondernemer te zijn? Het is hartstikke leuk om ondernemer te zijn, maar je moet wel hard werken. En het vraagt iets meer dan natuurlijk een baan- en loondienst, maar je krijgt er ook heel veel meer voor terug. U doet het niet alleen hier in deze regio, hè? Dat klopt. Wij doen dit ook in het Groene Hart.
Daar zijn ook de ondernemers met volle vaart aan de slag gegaan. En ja, daar zijn we heel ander type bedrijven worden daar opgesteld. Het is juist leuk om te zien. Er zijn zelfs koppelingen gemaakt tussen ondernemers uit Rotterdam en uit het Groene Hart. Want die kunnen elkaar versterken. Ik wil een platform creëren voor jongeren die eigenlijk zich meer willen verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. En dat wil ik dan doen door middel van blogposts en online media, zodat ik hun kan helpen hun passie te vinden en ook meer richting geven in hun leven. Oh, dan vallen wij wel helemaal in je straatje dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik doe dit ook uit mijn eigen ervaring, omdat ik vind dat er toch net niet genoeg aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei op scholen. En dat we eigenlijk gedwongen worden om beslissingen te maken voor de toekomst die gebaseerd zijn op wat de maatschappij van ons verwacht. En niet echt wat wij echt willen gaan doen of beslissingen vanuit onze hart. Goed eigenwijs gedrag. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En je bent eigenlijk ook met je eigen persoonlijke ontwikkeling bezig, hè? Want dit is je eerste interview. Het is allemaal nieuw. Zeker. Dit is ook echt allemaal nieuw. Ik neem het ook zelf allemaal op. En ik vind het ook een hele leuke ervaring, hoor, om dat allemaal mee te maken. En dat ook dan over te brengen aan de jongeren. Wat hebben jullie tot nu toe allemaal gedaan? Nou, ik heb mijn eigen website, jasminewellness.com. En daar ben ik bezig met blogposts en video's. En dat allemaal opstarten, zodat ik in september gelijk aan de slag kan gaan. Dus je wil het echt doorzetten gelijk? Ja, ik heb er 100% vertrouwen in. Omdat ik zelf in die situatie heb gezeten. En ik nu ook andere jongeren daarmee wil gaan helpen. En wat heb je allemaal geleerd hier bij de Zomerondernemer? Oh, enorm veel geleerd. Ook over financiën. En hoe je zelf een bedrijf wilt gaan opstarten. En of je ook geschikt bent om als ondernemer verder te gaan. Dat is ook heel belangrijk. Want het gaat natuurlijk niet zomaar. En je moet ook niet de mentaliteit hebben van vandaag maar even niet. Nee, precies. Je kan het ook heel leuk vinden. Maar je moet het ook doen omdat je een probleem wilt oplossen. En anderen ook daarmee wilt gaan helpen. Maak taarten via het taartenschemaformulier. Waarbij je zelf je creativiteit kwijt kan. En tegen betaalbare prijzen een mooie taart krijgt. En ben je zelf ook creatief? Ja. Daarom vind ik het ook leuk als andere mensen hun creativiteit erin kunnen verwerken, zodat je weer op andere ideeën komt en elkaar kan inspireren. En hoe is de Zomerondernemer je bevallen? Nou, ik vind het hartstikke leuk en ik zou anderen ook aanraden om mee te doen. Je leert jezelf kennen, je leert anderen kennen en je krijgt tips, maar je kan merken ook aan jezelf van, nou, dit vind ik leuk en dit kan ik nog bij mijn eigen bedrijfje toevoegen. Dus het is heel leuk om te doen. Ik zou zomaar ondernemen om te schrijven als jezelf leren ontdekken tijdens het opstarten van een bedrijfje voor jongeren. En is je onderneming al echt begonnen of gaat het nog beginnen? Nou, het is nu al echt begonnen, maar ik ben tegelijkertijd ook verder aan het werken met de opstart. Maar ook tegelijkertijd klanten die ik krijg. Heb je al klanten? Ja, ik heb al een aantal klanten. En de bestellingen die lopen ook al een beetje. Dus het gaat... het begin is er. Wat was het leukste om te doen? De eerste factuur versturen? Of? Het leukste om te doen. Het bedenken wat voor ideeën je mensen kan geven. En aan te horen van anderen, van je klanten, hoe leuk je ideeën zijn. Ik heb als zomerondernemer idee een soort computerreparatiehulp ontwikkeld. En daar ben ik druk mee bezig. En hoe gaat het tot nu toe? Wat heb je allemaal geleerd? Waar ben je allemaal geweest? Bij van alles. Ik ben begonnen bij de particulier en ik ben ook doorgestroomd naar bedrijven. Blender heb ik bijvoorbeeld een paar reparaties uitgevoerd, maar ook bij de dorpsapotheek. En ik onderscheid mezelf door het goedkope tarief waarvoor ik het aanbied. Ik kan voor €5,75 per kwartier mijn service aanbieden. En je krijgt mij aan de telefoon als je wilt dat ik je help. Ik help je bij de reparatie. En gebeurt er in de toekomst nog iets met je computer of wil je een stukje uitleg erbij hebben, dan weet ik ook wat je voorgeschiedenis is. En het is dus niet zo dat je aan verschillende mensen, verschillende werknemers steeds je eigen zelfde verhaal moet vertellen. En hoe kom je aan de kennis? Dat is in de jaren een beetje zo ontwikkeld eigenlijk.
Ik ben zelf begonnen met de computer in elkaar zetten en het is uitgelopen tot reparatie, telefoonreparatie, het uitleggen van de werking van de computer aan mensen, programma's uitleggen en van alles doe ik eigenlijk. En je vond het zo leuk dat je dacht van hier ga ik mijn werk van maken? Ja, zeker. Ik las het idee op Facebook en ik heb me gelijk aangemeld en ik ben door de selectieprocedure gekomen. En wat vond je het leukste wat je met de zomerondernemer hebt gedaan? Wat vond ik het leukste? Dat is een moeilijke vraag. Nee, vooral de hoeveelheid kennis die je bijgebracht wordt. Van het beginnen van een bedrijf tot de verdere ontwikkeling. Dat heeft me erg aangesproken. En is me ook erg bijgebleven. En ook de lessen om je in te schrijven voor de Kamer van Koophandel. En de belastinglessen. En vooral de algemeenheid is heel belangrijk. Ik ga evenementen organiseren voor de ouderen. Evenementen voor ouderen? Hoe kom je daar zo op? Eenzaamheid is gewoon een groot probleem in Nederland. En ik heb zelf ook een opa. En dan, daar bel ik wel eens mee. En dan bel ik van ja, vraag ik aan opa van ja, wat heeft u vandaag gedaan? En dan zegt hij wel eens van ja, gewoon gewacht totdat de dag komt om dood te gaan. En hij heeft dan geluk dat ik hem nog bel. Maar er zijn natuurlijk hartstikke veel ouderen die gewoon niet zo iemand hebben. En toen dacht ik, daar moet iets aan gedaan worden. En evenementen, ja, daardoor breng je ze gewoon samen. En hopelijk wordt dat probleem dan opgelost. Geer en Goor acties of dat niet? Ik weet niet of het Geer en Goor acties worden. Maar het is natuurlijk wel inderdaad een leuk voorbeeldje. Want hun helpen er inderdaad ook. Hun doen er ook iets tegen. Dus ja. Ik zou ze om tips vragen hoor. Ja, het is inderdaad wel een idee. Dus hopelijk dat ze dan mij ook een beetje uit de verf kunnen helpen. Maar ik zou het niet... het is wel gewoon leuk om een tips te vragen. En heb je al veel geleerd hier? Ja, ik studeer zelf vrije tijdsmanagement. Dus dan doen we ook evenementen organiseren. Dus ik heb al het een en ander ervaring en kennis. En dat neem ik mee. En hier ook. Het is natuurlijk gewoon een netwerk. En net ook zitten brainstormen voor een naam. Het wordt Eddie en Nelly. Zo heet het maar opa en oma. Dus je leert hartstikke veel hier zo. Is echt heel mooi om mee te nemen. Wat vond je het leukste dat je tot nu toe gedaan hebt? Ik denk toch zeg maar de samenwerking met de anderen. Want iedereen heeft zo zijn eigen ideeën. Maar dan gooi je bijvoorbeeld iets in de groep van nou, hier kom ik niet uit. En dan ga je toch samen aan zitten. En iedereen helpt elkaar heel erg. En dat is gewoon fijn dat je samen met jonge ondernemers zit die precies hetzelfde als jou willen. Is je onderneming al gestart of gaat dat nog starten? Nee, het gaat wel starten. Het eerste event wordt hopelijk met de kerstvakantie. Wordt het een kerstdiner. En vanaf daarna zie ik wel of het loopt of niet loopt of hoe het verder gaat in de toekomst. En hoe kunnen mensen je bereiken als ze ideeën hebben of ze willen wat weten? Vanaf nu wordt het nog even mijn e-mail, shanairavrede@hotmail.com. En hopelijk in de toekomst ben ik bezig met een logo en Facebook en dan vanaf daar ook gewoon te bereiken. Ik ben ondernemer van Santanus Accessoires. Ik heb een damesmode accessoires bedrijfje en ik verkoop supergoeie en leuke mooie accessoires voor een goede koopprijs. En hoe gaat het met zomerondernemer? Goed, het was superleuk. Vandaag helaas mijn laatste dag. Kan er niet bij zijn met de kick-out. Vind ik wel heel erg jammer, maar ik ga vrijdag op vakantie. Dus, maar het was heel erg leuk en inspirerend. Ik heb heel veel geleerd. Ik kwam hier juist voor mijn administratie bij te werken. En te kijken of dat ik het goed deed wat ik aan het doen was. Nou, en ik heb heel veel geleerd. Ja, het was heel leuk. Wat vond je het leukste? Wat vond ik het leukste? Vorige week in de Rotterdam, dat is in die hoge flat. Het uitzicht was heel erg mooi. Dus en natuurlijk dat ik mijn zakenpartner heb leren kennen. En dat hij me superveel heeft geholpen met mijn administratie. Dat was ook superleuk, ja. Zakenpartner leren kennen? Vertel er eens wat over. Ja, nou, je krijgt zeg maar vanuit de ondernemers. Zo'n ondernemer krijg je een partner. Dan krijg je mijn telefoonnummer, die moet je bellen. En dan moet je zeggen, hey, we zijn zakenpartners. En dan pas daarna kom je erachter wie dan je zakenpartner is. En wat voor bedrijf die, waar die gespecialiseerd is en zo. Dus en die was gespecialiseerd in administratie en financiën. Dus dat kwam helemaal waarvoor ik kwam. Dus ja, dat was super fijn. En volgend jaar weer? Zeker weten, aan ons ligt wel. En als mensen die dit zien belangstelling hebben, waar kunnen ze dan terecht? Ja, dan kunnen ze kijken op de site www.zomerondernemer.nl. Daar staat informatie over de verschillende regio's. Het is dit jaar in 8 regio's in Nederland. En vanaf het voorjaar, volgend jaar, kunnen zij zich weer inschrijven.